Hallo dames en heren van OranjeSoepsNL, ik ben Juri en je kijkt vandaag weer naar de Mage Free-to-Play series. In de arena. Ja, ik heb dus de gratis arena gekregen. En toevallig krijg ik Mage. Dus dan speel ik Mage. Imp Master. Vind ik sterk. Burly Rock Drop Trock. Skills draai. De tweede Trock. Chemical Yeti. Ah, let's get Mana Worm. Waarom niet? Fairy Dragon. Spellbreaker. Acolyte of Pain. Dat is een lastige. Ik denk dat ik dan toch voor de Molten Giant ga. Ogre Brute. Frost Elemental. De tweede Mana Worm. Frostbolt. Bloodfen Raptor. Chillwind Jetty. Naast de Mechanical Jetty. Geen Secrets, dus daar hebben we niet veel aan. Sylvan Guardian wel. Salty Dog. Fireball. Master Swordsmith. Mani Berserker. Micro Machine. Frostbolt. Water Elemental. Ice Barrier. Orchid Infiltrator. IceLens, want ik heb heel veel freezes. Zie je? Tweede Salty Dog. River Crocolisk. En als laatste. Dat doen. Ja, let's try Ancient Mage. Geen legendaries, dus één epic. Namelijk de Molten Giant. En dan gaan we kijken hoe dit gaat. Dit is dus de arena editie van Free-to-Play Mage, want we krijgen gratis arena. Niet benut ik dan ook. Het zijn trouwens de enige GVG kaart die ik dan ga gebruiken. Hangt er vanaf welke ik ervan krijg. The arena deck works by the rules 3 games. En waar spelen we tegen? In deze Free-to-Play arena. Een paladin. I will fight with honor. En onze opening hand is niet echt crispy op de Fairy Dragon na. Die hou ik dan ook. En hij swapt één kaart. Imp Master, Frostbolt, Burly Rockshot Trock. Ja, dat is een prima. Als hij geen turn 1 play heeft, dan win ik de Fairy Dragon, denk ik. Ja. Hallo. Ik dacht ik pik Mage omdat het ook een free-to-play Mage series is. En dat is leuker. Gewoon ook. Hij speelt gewoon een token. Prima mee kan leven. Bing ik en dan ga ik face met mijn Fairy Dragon. Speelt Raging Worgen. Ik denk Worgen Infiltrator. Plus Frostbolt Raging Worgen. Dan hit face. Het zou kunnen dat hij nu True Silver speelt, wat ik niet heel gek zou vinden. Het zou kunnen dat hij dit ook consecreet. Zou ik prima vinden, eerlijk gezegd. Reporting for duty. Oh.
Bring me steel. Ik val niet aan met de Walking Infiltrator trouwens. Dan speelt dat misschien in Consecration. Nu heb ik een 4-2 Fairy Dragon, wat best wel nice is. For the king. Stormwind Knight. Met Hand of Protection. Dat is heel goed voor hem. Heel goed. Hij bufft de Worgen Infiltrator deze keer. Water Elemental is een vrij sterke play tegen characters die met weapons die weapons hebben. En het is sowieso ook een vrij sterke 4 mana creature, een 3-6. Is niet verkeerd. Bring me steel. Hij speelt dus zijn eigen Master Swordsmith. Consecrated. Oké. Ik snap waarom hij dan zijn eigen Master Swordsmith speelde. Maar ik val zijn Master Swordsman aan en freeze zijn Stormwind Knight. Mind if I roll need? Ja. My shield for Argon. Wow. Goeie play. Top deck Acolyte Pain, ik pick hem zelf voor meer card draw. Dat is een goede kaart om te krijgen. Speel ik River Crocolisk. Hij speelt misschien nu zijn tweede Consecrate, als hij die heeft. Let me think. Laat hem denken. Hij kleert dus de Frost Elemental, dus hij heeft geen consecrate in zijn hand. Oh shit. Maar op deze manier treden, want die Gurubashi is echt een vervelende minion voor mij mee te handelen, mee te dealen. Put your faith in the light. Serieus? Serieus? Wauw. Icelands denk ik zijn. Zijn Tyrion. Hij heeft gewoon Tyrion gekregen in Arena. Dat is bizar. Reporting for duty. Oracle. Nice barrier. Zo. Oh my god. Dat is niet goed.
treed ik maar. Dan speel ik Imp Master. Ja. Wauw, gewoon Tyrion gedraft in de arena. Wauw, hoeveel luck kan je hebben. En dan krijg ik dan gelijk in deze eerste arena run tegen. Ik kilt de Imp Master. Daar. Okay. En ik denk dat ik maar Secret hier speel, dan denk ik waarschijnlijk dat het iets is. Get back, you scurvy swine! Zegt de salty dog. Super salty, zoals die is. I wonder. Hij is waarschijnlijk bang voor of counterspel of mirror entity, maar het is geen van beide. Nou komt hij erachter dat het Ice Barrier is. Nee, ik weet niet welke ziekte dat is waarschijnlijk. Hij speelt echt iedere turn een token, valt me nu. Bijna iedere turn dan. Silvermoon. Shall not fall. Okay. Sometimes I forget things. Ik val niet aan omdat ik weet dat het Noble Sacrifice is. Een creeper. Valt Ancient Mage aan. Master, holy shit. Hij heeft ook Master nog eens gedraft. Als hij ook nog Quartermaster heeft, dat is echt bizar. Oh, wat? Het was wel wat ik dacht dat was. Het is dus eye for an eye. Toch? Of mis ik er nog eentje? Ja, het is eye for an eye dan. Let me think. Ik laat je wel. Wilt hij die inderdaad omdat hij bang is voor de spell damage? Ik dacht heel erg dat het Noble Sacrifice was, maar dat was in ieder geval. Maar dan heb ik het nog goed aangedaan dat ik niet aanviel. Dat Eye for an Eye zou me dan hebben gegeven voor 7. Maar ik had niet echt veel behoefte aan. Kings. Naar mij kilt hij dus mijn Yeti. Reporting for duty. Is het Hammer of Rod? Die kan ik dus nog steeds niet spelen. Dus Who you want me kill?
Dit is mijn Molten Giant in hand. Ik ben benieuwd wat hij nog van net zal zijn. Als hij zijn tweede consequence heeft. Wow. Team Mac. Oh mijn god, twee musters? Wauw. Alleen maakte hij wel een fout, hij had eerst met het wapen moeten aanvallen. Reporting for duty. En hij had hier misschien de Blood van Raptor kunnen aanvallen. Op hier wel de I4-9 dan. Die hit me voor 5. Kan erger. En dan kost de Molten Giant deze in ieder geval een stuk minder. Wat heb ik nog in mijn deck zitten? Ik heb ook geen screenshot ervan gemaakt volgens mij. Dus wat je links in beeld ziet, ben ik helemaal vergeten. Ik heb ook nog geen screenshot ervan. Wat je links in beeld ziet is het normale free-to-play deck. Priestess of Illuun. Moet je treden inderdaad. Dan speelt hij waarschijnlijk weer zijn hero power. Niet. Een secret. Ja. Reporting for duty. Oh, het zou Avenge kunnen zijn. Het is dus Avenge. Het valt een beetje op omdat hij zijn token afgebeeld. Hij snapt misschien niet waarom ik nu zijn face aanviel en pingde, maar dat komt omdat ik dus weet wat zijn secret is. Seal of Light, en... nu was mijn Burly Rockjaw Trok zeg maar nog sterker. Reporting for duty. Ik weet al lang dat het Avenge is, dus ik snap de logica niet helemaal. Ik niet dat het leuk. Hij snapt misschien waarschijnlijk ook niet waarom ik zijn face ping. Hit my face voor 2 damage. Speel de kaart in je hand, geen idee wat het is. Top deck ken Ruyarin, vrij krachtige minion. Vooral op dit moment voor mij, omdat hij waarschijnlijk alles moet traden om hem te kunnen killen. En ik denk dat hij vermoedt dat er een fireball of iets dergelijks of in mijn hand zit. Argent Protector. Dat betekent dat hij dus een stuk minder power van het bord verliest. En ik krijg de Time Rewinder. Stealth. Oké. Reporting for duty. Get back, you scurvy dogs! Dit gaat erg close worden nog, op deze manier. Hoe is een snapjaw? Hij enabled nu mijn Molten Giant voor mij. Thank you.
Doe gewoon maar, ik speel gewoon ook maar mijn spellbreaker. Ik ga niet zijn ding silencen. Zijn 4-4. Dat zou echt de grootste fout zijn. Equality! Holy shit, wat een top deck. Wauw. Hoezo top deck skills? Oké, dat, ik denk dat dat hem net een match heeft verzorgd. I'm almost out of cards. Wat is de laatste kaart? Dat is of niets. 6, 7. Hammerbrot is bezorgd om de win. Blessing of Kings bezorgd om de win. Wauw, als het Frostbolt is mijn laatste kaart, dan Ah, damn man. Dat is jammer. The basic cards for this class. Now you'll need expert packs to improve your deck. Ja, dat doen we hierna. Na de arena run doe ik dat. Oh, dat viel tegen, helaas. Damn. Ik moest wel voor Face gaan, want die Avenge die zorgt er waarschijnlijk anders alleen maar voor dat ik sneller dood zou gaan. En ik ben weer vergeten het deck te kopiëren. Wauw. Jaina versus Garrosh. Victory on death. You asked for it. Ik denk dat Water Ellie en Rivercock hou. Acolyte of Pain heb ik nu niet nodig. Ja, dit is al wel een stuk beter. We spelen tegen Merlocks en hij speelt Warrior. Nee. Ik hoop dat hij niks speelt op turn 1. Doet dat dus wel, waarschijnlijk. Tenminste. Hello. Greetings. Do you need a blessing? Oké, dat is echt een hele slechte play tegen een mage. Tuurlijk coin ik mijn hero power, want anders wordt jouw minion sterker. Dus de. Wauw, die kult als master. Het is zwaar leven. Dat had geen enkel nut. Ik speel Rivercrop daar tegenover. Dat hij 1 health meer heeft dan kult als masters attack. Emperor Cobra. Dan speel ik Bloodthorn Raptor omdat hij goed treedt met zijn Emperor Cobra. Hij cleaves, wauw. Damn. Dat is een goede cleave. Ah, Emperor Cobra is echt een vreselijke minion tegen. Speel maar gewoon een Burly Box Raptor. Om te voeren aan stomme cobra. Geen Arcanine Reaper alsjeblieft, dat is vervelend. Magic detected.
Wat? Serieus? Check in ieder geval de Arcanillifier ook. Hij is erg greedy met zijn Emperor Cobra. Hij treedt nu waarschijnlijk voor Chill and Jelly. Dat is heel logisch in ieder geval. Heeft hij nog een cleave. Lost Elemental. Waarom gaat hij alleen maar voor mijn face? Dat is een bijzondere keuze, eerlijk gezegd. Andere te zaken, inderdaad. Hoef ik niks meer te voegen aan de kopen, hier al. Nou heb ik een sterker bord. Ik wou eerst had ik te denken aan Frost Elemental. Op zijn Frost Elemental. They are bent to my command. No, they're not. Fireballs en Sprite Smith. Dan ping ik zijn Frost Elemental. Dan hit ik double face. En als hij al wapens heeft, dan zijn die disabled. Garrosh is frozen. Deze potje duurt wat langer dan de gemiddelde. Barbot. Stone Skin Gargoyle. Stone Skin Gargoyle is heel slecht. It's clobbering time. Thank you. Zeg alsnog maar thank you. Venture go. Are you face? Wow. Ik zal zeggen, er is geen enkele logica in. I missed. Bring the pain. Ik hoef niet per se zijn Stone Skin Gargoyle te hit. Het is een Molten Giant. En mage.
Yay, card draw. What now? What? I'll put it on your head. Drie kaarten van mijn Acolyte in totaal gekregen. Die kan ik niet meer bewaren nog. Get back, you scurvy dogs! Much damage. Very painful. Wow. I'm a warrior. En we verslaan de warrior en gaan dus 1-1 in arena. Ik was Yuri. Hoe horen jullie vandaag? Vandaag was Yuri hier voor je. Doe een duimpje omhoog als deze video leuk vond. En abonneer en hoop je de volgende keer weer te zien bij Free to Play Mage. En dan weer verder met de arena. Doei!